die raadsaal van die stichting Adrian Delport, die grootste Afrikaner organisatie in Suid-Afrika. Vanmiddag verkies hulle een nieuwe directeur. Dit moet een eenparige besluit wees. Voorzitter van die raad, Laurens Niemand, sakeman. Paula Netling, dochter van die stichter. Anton de Tooy, skrywer, Hertzog Prijswinner. Wilhelm Estruisen, skrynwerker. Herman Botha, plaasboer. Dominie Perold, Nederduits gereformeerde kerk. Anna Volskenk, volksmoeder. Meneer H.P. Greef, adjunktsekretaris in die staatsdienst. Professor Hannes van Biljon, handhaver van ons taal. Partij van ons het die nog nie ontmoet nie, dokter Leroux, maar namens allemaal hier baie hartelijk welkom. Dank u. Voor u het hier alle beschikbare besonderhede oor dokter Leroux se loopbaan tot dusver. Sy kwalifikaties, sy ondervinding enzovoorts. Om u in staat te stel om te besluit oor sy aanstelling as directeur van hierdie stichting. Ons het nog gevra, ek en mevrou Netling, om u vanmiddag toe te spreek oor oor hoe hy die taak van hierdie stichting sien. Nou, ek dink ons stel ons sommer dadelijk aan die woord. Hierdie stichting gee jaarliks amper 1 miljoen rand vir die Afrikanersak. Maar ek voel net dat ons baie beter resultate behoort te kry. Ek het hier by my 'n memorandum wat 'n stap vir stap uiteensetting is van hoe volgens my mening die taak van die stichting aangepak behoort te word. U doen uitstekende werk, maar te min mense weet daarvan. Dit is belangrik dat ons volk almal sal weet van die werk wat nog wag. Ons staan op die drempel van 'n groot toekoms, maar dis 'n nuwe wêreld waarin ons leef. Alles het verander. En ons moet dit vierkantig in die oë kan kyk sonder om bang te wees. Van nou af vorentoe sal daar durf en daad van elke Afrikaner gevra moet word. As ek die direkteur van hierdie stichting sou wees, sal het my taak wees om die Afrikaner slaggereed te maak vir die nuwe stryd wat vir ons wag. Enige vraag? Meneer die stoel, ja. My departement sal natuurlijk nie gebonde kan wees aan enige besluit hier geneem, alvorens dokter Leroux se geskrif nie behoorlik nagegaan en amptelik goedgekeur is nie. Nog iemand? Net dankie dokter vir die moeite wat u gedoen het. En sal ek sê die duidelike toekomsvisie wat u aan die dag lê? Dit lyk knap, ja. Hy het een mooi oop gezicht, denk jy nie? Ja, ek dink ons is samal tevrede. Sal jy omgee om net een oomblikje naar buiten te gaan, dokter? Die raad sal nou sit. Seker. Bly sit, asseblief. Daar heet het. Gee Afrikaner een platform en hy sal die duivel ompraat om een slik, hooringstert vir die lot. Wil jy nog iets sê? Mooie woorde, dokter Leroux. Een besielende toespraak. Ons behoort seker nou allemaal jou hand te skud. Of hoe sê jy, oom Essie? Ja, die dokter het mooi gepraat. Kan ons die kandidaat nou vra om te gaan? Nie nou al nie. Later eers, jy doen uitstekende werk, maar te min mense weet daarvan. Dan kom er nog baie mooie woorde. Jy sal luister. Dit is belangrik dat ons volk allemaal weet van die werk wat nog wag. Wil jy, ons moet dan allemaal uitpasuin wat ons doen? As jy dit so wil stel. Hoekom? Die hele land moet weet wat ons doen. Hoe meer mense van ons weet, hoe meer, dink ek, sal ons recht kry. Is dit waarom jy altyd so in die koerante is met jou reddingsbos? Die mense stel blijkbaar belang in die werk wat ek daar doen. Kijk toch hoe bescheid. Dokter Jan Leroux. Die eie ek toch daarom, ne? Maar wat op aan Klaas? Klaas, wie? Die andere mense daar by jou reddingsbos doen hulle dan niks nie. Jy weet hoe die koerante is. Ek weet niks van die koerante af nie en van jou nog minder. Al wat ek weet is, jy het een doktersgraad en een dit en een dat en een wie weet wat. En nou wil hulle hy moet stem. My hand in die lucht opsteek. En dit vir 'n paar woordjies op 'n stukkie papier. Ja, ons moet stem, die tyd stap aan. Ek en mevrou Netling hier het ons deeglik vertroud gemaak met die kandidaat se besonderhede. Jy moet jou daarby berus, Anton. Waarvoor wil jy hierdie plek gebruik? Ek wil gebruik word, my verder uitleef. Kan ek hom nog 'n klein vraagie vra? Ja. Wat van jou wil jy verder uitleef? Toch seker my ideale, om 'n eerbare bydrae tot ons gemeenskap te lewer. En jy is 'n eerbare man? Dit is 'n moeilike vraag. Ek dink ons het nou genoeg hiervan gehad.
Dokter Leroux is nie in 'n getuiebank nie. Ek vra weer en weer en weer, is jy 'n eerbare man? Ek is ja. Ek is ja. So antwoord hulle altyd met vroom gesigte en op die koerante oorskryf as bedrog, laster, myn eet. 'N Ander man se vrou, 'n ander vrou se dit, nog meer bedrog, geldverduistering. Voorste Afrikaners in die hof. En dan, as ons allemaal in die binnenkringe bij mekaar kom, dan is ons allemaal eerbaar. Ik maak bezwaar. Sterk bezwaar. Maar er is altijd uitzonderings. Om en allemaal. Dank God voor die uitzonderings. Serieus. Daar is genoeg gezegd dat ons nu afsluit. Wanneer ik praat, hoef jij niet te luisteren. Nie. Niemand van jullie, maar je zei niet van mij wanneer ik met afsluit. Ik roep jou bij de orde. Weier jij om mij te laten praten? Je is bij de orde, Anton. Ik denk die raad het nou genoeg hoor. Kan ik praat, meneer niemand, of moet zij zijn? Nee, zij zijn, nee, ik zeg. Bepaal je op die onderwerp. Is dokter Leroux die onderwerp? Zij aanstellen. En ik praat over zij aanstellen. Eindelijk niet. Dat is een krantje lek aan haar. Laat hem maar doen. Hij zal vanzelf opdroegen. Mag ik voorstellen dat die raad nou besluit over dokter Leroux's aanstellen? Ik praat nog. Je hebt nog genoeg gepraat, Jim. En die manier waarop je ons voorzitter aanspreekt is niet mooi, niet, Anton. Jouw zin. Moet nou net niet lastig wees, nie, nee. Met net respect. Alles wat meneer Niemand voor jou gedoen het. Zie wat ik zeg. Voor jou is dus een pa geholpen in die leven. Moet ik nou zijn voeten zoen? Is dat wat jij wil hè? Moet net niet onbeskoft wees, nie, dis al. Nee, Anton. Onthou net, jy is niet al mens hier, meneer. Ik is al mens hier. Al een wat ongebonden is met vrij is. Maar ik zal niet die kostbare vrijheid van mij voor een pot pap verkopen. Ons is allemaal vrij. Vrij om te vrij, ja. Maar niet om aan die buitenkant te staan zoals ik niet. Ik heb jou klaar, dank je gezegd voor jouw geld. Lang al klaar. Heb je mooi gehoor? Ik schuld hem absoluut niks in die leven nie. Behalve misschien niet een beetje erkenning. Vergeet het. Ik sta alleen. Net zoals ons kandidaat daar. Zal het voor je een groot opoffering wees, dokter Leroux? Om nog een rukje te zitten. Ik zal zitten. Dank je. Heeft hij daar die man niet bij de orde gereal, nie, meneer Niemand? Wel, ek... Ik zal graag meneer de Tooise vragen beantwoorden. En partijker het, skurke en mensvreters ook mooi op gezichten, mevrouw Valskenk. Hij maakt een baie goede indruk. Beter als sommige, dus die wat ik zeg, beter als sommige andere mensen. U is een bevoorrechte man, dokter. Die voorzitter is in zijn skik. Mevrouw Valskenk, denk je het een prachtige op gezicht. Professor van Bouillon zei knap. En meneer Grief, nou ja, dat is de eerste keer bij ons, maar hij is ook tevreden, want hij gaat alles op papier krijgen. En om Essie? Nou ja, laat ons zien. Hij zei, je hebt baie mooi gepraat. Ja, toch. Om Herman denkt die boeren gaan een jolly tijd, hè. Die dominee zei, je hebt een mooi boekje geschreven. En Paula daar, zei Luffy net voor die heldere visie en inzicht. Zo daar heb je het nou. Wat meer wil een man hebben? Misschien een lekker kopje thee? Zal ik je zeggen. Niet kopjes thee, niet. Die waarheid. Dat is wat ik zoek. Het is moeilijk. En toch is het partijkeer zo moeilijk. Die raad moet mij verschonen dat ik zo daarop hamer. Maar is die waarheid niet soms die belangrijkste? Gee jij om. Als ik kan helpen, zal ik graag. Je kan. Je kan ons zeggen of daar nog iets is wat ons van jou moet weten. Alles is hier in die leer. Is het zo? Daar is niks anders waar ik aan kan denken. Ons weet dus alles van jou af, die volle waarheid. Ja, daar is niks wat ik wegsteek niet. Ik zie net altijd jouw rechterhand. Waar is jouw linkerhand? Hier. Wat ze ding het ons hier. Waarvoor al hierdie deur mekaar gepraat, Reino? Het is moest niet een ding wat bij een Afrikaner thuis hoort. Hinder my handen, jou. Jouw linkerhand, die kolletjes. Wat zijn kolletjes? Zeker hier die kolletjes. Is het buurtjespas? De statueermerk. Is jij nog zeker als niks meer? Is al 15 jaar op mijn hand. Ik kijk voor niks. Daar wordt niks door die kolletjes gezegd. Nee, maak wat toe. Dat is die kenteken van een jeugdbende. Maar dat ik vrede aan de persjes bij die klooster gaat. Nee. Nou, wat dan? Ik was in een verbeteringsschool. Voor wat was jij waar? Een verbeteringsschool, mevrouw. Nou, kom dat zo brek. Ik heb geroep en motors gestild. Sommer maar net voor die graad. Ik heb in zo'n omgeving groot geworden als wat straatstielerkies. En ik moest zelf zorgen dat mijn maag volkomt. Ja, en de motorkar is niet juist die lekkerste ding om te eten, hè?
even dokter Leroux vraag me wijle uit te gaan, alsjeblieft. Oh ja, ja zeker. Mag ik dit dadelijk baie duidelijk stellen, dat ik mijzelf nog de hele tijd bewust was van dokter Leroux's verleden. Zoals u weet, is hij hoor van die Maguba reddingspost, juist als gevolg van zijn verleden. Staan hij vandaag waar hij staan? Niet waar, Leroux? Ik beaamde het, ja. Ik was ook bewust van zijn verleden. Dit is geen openbaring, niet? Hij het hardste deur een groot hoogtes bereik. Je kan het allemaal voor je zien. Ons kan het zien, ja. Maar ons vrouwenverenigings is niet te vinden voor die soort dingen, niet. Wat ze soort dingen? Die kolletjes goed, niet. U denkt toch niet dat wat 15 jaar geleden gebeurd het vandaag nog die man moet tellen, niet? Doe me niet praat recht. Ik kan me net zeggen dat ik niet graag morgenochtend in die krant zal willen lezen dat een oud-misdadiger ons nieuwe directeur is, niet. Ik moet zeggen, ik is verbaasd om te horen dat die kandidaat een oud-misdadiger is. Maar hij blijft nog een indrukwekkende vent. Nou is niet een verbaasd, niet. Nou weet allemaal schielijk alles van hem. Maar toen zijn linkerhand daar op die tafel geleid, het elkeen van jullie voor de eerste keer in jullie leven van zijn colleges gehoord. Ons was bewust daarvan, ik en mevrouw Nedling. En jij? En wat van jou, Messi? Heb jij daarvan geweten? Nee, ik heb niet daarvan geweten, maar... Maar ja, ik weet, goeie man, ons moet niet zijn verleden te noemen. Meneer de voorzitter, meneer Neeman, kan ik iets zeggen? Ja. Ik was ook jong geweest, en ik was ook stout. Ik kon ook vandaag in die tronk zitten. Makkelijk. Ons praat door die kandidaat, niet hoor je niet. Dus jij wat al in die rondte praat, die hele dag al. Je loopt al hier om die tafel en praat net een klomp nonsens. Alles net rabbies. Heel goed, praat jij dan. Meneer Niemann, ik had ook een verleden. Net zoals daar iemand daar ook een verleden gehad. En ik denk meneer De Toy hier het ook een verleden. Je moet oppassen. Iemand moet praten hier die gek is. Voor jullie zijn dat ons blind is. En niks kan zien. Dus, die wat ik zei, die man is een rover. Ons vrije vereniging moest nog altijd gewaken tegen die vieselijke dingen. Ons volk was nog altijd gekend voor zijn eerlijkheid en die man is oneerlijk. Hij heeft gesteeld. Ons bespreekt zijn toekomst, niet zijn verleden niet. Zo, hierdie goedjes van roof en misdaad maakt niet zaak niet. Meneer Niemand, dit maakt wel zaak. Hier die man is niet voor ons niet. Meneer de stoel, ja. Mag hij daarop wijs dat die kandidaatse goeders, ik bedoel, zijn Hannese dinges, niet wenselijk is voor zo'n post? Die staatsmonumenten krummel? Alle krummel niet. Maar die hele situatie zal een heroverweging genomen worden. Ons zal zijn criminele record moeten aanvragen. Twijfel je werkelijk over die man, zelfs nadat ons met hem gepraat heeft? Misschien heeft hij van ons iets weggesteekt, zat hij. Hij was helemaal openhartig. En zijn er iemand steekt voor ons nog dingen weg? Dat is lelijk. Die schaal zwaai. 1, 2. 3, 4, 4 tegen 5. Dokter Leroux is die rechte man. Definitief. Van al die moedelijke kandidaten. Zijn kwalificaties is Zit. Hierdie man was oneerlijk. Ik behoor te weten wat die vereistes is. Ons kan hem niet hier toelaten, nie. Ik denk nou weer aan die geval van Abraham, mijn voorman. Ons praat niet nou van voormannen, nie. De Roese plek is hier bij ons. Hij moest ons van zijn verleden vertellen. Ik heb het geweten. Dan is het jij wat het voor ons wegsteekt. Hoe komt, Paula? Omdat het... Ja? Omdat het niks met vandaag te doen het niet. Kan ons eenparigheid krijgen. Kom ons stem. Ik stem. Vergeet het, Messi. Ik zal ook die stem niet. Wat heeft die kandidaat aan jou gedoen, De Toy? Waarom is hij zo til? Of liever... Waarom is jij zo gretig dat hij hier aangesteld moet worden, mevrouw Weduwee Nedling? Heb jij niet die ordentelijkheid om die man een kans te geven? Ik heb niks in die man. Noem mijn machtig man, wat vreet jou? Dan is weer diezelfde fout gemaakt, dat ons weer gaan zitten slaap, als ons oe op moet wees. Ons hoor een keer niks niet. Dat is het ons verstand of iets anders. Maar ons gaan niet weer zoals laatste keer die verkeerde man hier inbrengen, hoor jij? Maar laatste keer was het meneer Nedling. Hij was die vorige directeur. En niks werd zwakker. Hij was die grootste kracht hier. Krachtse voet, hij was hopeloos, zwak, eenvoudig. Pap Jelly! Elke jaar rap het hem omgetrapt. Maar is Paulus een man hier? Nou, verhaal dan! Is het niet die waarheid? Doe nou zo kaas, vertel ons van jou man. Zij zijn weduwee, laat haar met rust. Uit, Paula, laat het uitkomen. Spoek het uit! Zeg het. Deze bitter gemene mens. Heet me zo gemak. Wat is
Ons was altijd... Weet je dan alles vergeet? Nee. Ik onthou. Dat was... Elke klein dingetje tussen ons. Een paar dingetjes om worden gezeld en ik wil graag, jij moet het ook hoor. Ons willen graag stemmen. Ons is nog niet recht om te stemmen. Is ons? Zet maar op. Zet hier. Ik wil jullie hieruit voorlees. Zit u gemakkelijk? Ja. Ik wil net ons geheer een beetje vars maken. Ons ken die grondwet. Ken jij het, Grief? Nee, dit is mijn eerste keer hier. Nou, luister. Maar omdat hier die raad voor die man op die straat moet werken, zal die negende lid een doodgewone ambachtsman of arbeider moeten zijn. Sommer een doodgewone ou van die straat, zodat die raad bij ons kan horen precies wat zijn problemen is. Dus nou, oom Essie. En zo dan precies kan weten hoe om voor hem te helpen. Hoe om voor hem te werken. Kef, kef, kef is al wie je hoor. Artikel 9. Jij is net zoals de grinnen van plaat, met vastgehaken. Laat ons luisteren, dit is niet grappig, nie, die man is ernstig. Dankbaar, dominee. Ik beschouw die aanstelling van de directeur van hierdie stichting als baie belangrijk. Dus nou Adriaan zijn eie woord. En derhalve zal zij aanstellen altijd eenparig moeten zijn. Ja, Anton, ons weet het. En daarom heeft hij voor onze hand vastgegeven, zodat ons altijd die rechte pad zal lopen. Luister nou naar artikel 10. Voordat mijn raadsleden besluit door die aanstelling van de directeur, moet hulle die kandidaat aan een finale toets onderwerpen. Hieraan heeft ons ons glad niet eerst gestuurd. Mijn vaders bepaling is nog altijd nagekomen. Kaf! Jij durft niet zo met de vrouw praten. Je daar net nog slecht gezegd. Kaf! Oh, schreeuw! Ik zal zeggen dat ik ze daar. Kom af daar! Ik praat nog eens. Ik zal jouw longen uit elkaar iets kunnen doen. Ik ben niet waar, ik ben niet vergadering. Alsjeblieft, hoe mensen zien. Ik meen het zelfs als een mens. Ja, ja, ja. Maar hij heeft dan beter gedraaid, om nee, is niet een strooisie. Die stichter heeft net één toets gehad. Die directeur moet een ware Afrikaner zijn. Maar mijn machtige is nog. Is je zeker? Ja, doodzeker. Doodzeker, ja. Wat er gronden staan je doodzekerheid? Hij is een Afrikaner. Kan je niet zien, hij is een Afrikaner niet. Ik zie het zijn gezicht en daar staan die Afrikaner opgeschreven. En wat van zijn taal, zijn afkomst en zijn gedrag? Maak dit om een ware Afrikaner? Ja. En zijn school en zijn kerk, zijn cultuur, zijn politiek? Ja, dit en baie andere dingen ook. Dingen waar jij niet op porkies kan schrijven om zijn nek aan. Zijn jullie ook zo? Is het ook jullie vereistes voor een ware Afrikaner? Een goede Afrikaner gedraagt niet zoals jij jou nou gedraagt niet. Wat is een ware Afrikaner toe, dominee? Hij moet een oprechte christen wees. Een ons kerk? In een van die drie zusterskerken, ja. Een ware Afrikaner. Heb jij al die antwoord gekregen, dokter? Ik heb nog nooit direct in die strijd gestaan. Jij staat nou. Een Afrikanerse kracht komt van binnen. Niet met een uiterlijke vertoon zoals die van Abawiyani. En jij staat, jij is een groot man van die platforms en die monumenten en die protestvergaderings. Ik handhaaf ons taal. Door het gedurig in die volkse kelen af te drukken. Ik vecht voor die Afrikaanse taal. En die oproep van volkseenheid? Afrikaner en Engelsman samen, hand om je lijf? Dat heeft niks met die taal te doen, nie. Met wat dan? Met die politiek. En wat is jouw politiek, dokter? Ik behoort aan die nationale partij. Nou ja, dan is de politiek ons recht. Een sap kan zeker ook een Afrikaner wees, of hoe mensen? Ja, Afrikaner kan enige politiek iets wees. Wie van ons helden? Was sappen, natte, smelters. Wie was die rebellen? Kom eens kijk. Generaal Louis Botha, krijgsman. Jij hou je mond van ons volkshelder. En kampvechter. En hier, hier het ons generaal Herzog. Onthou jullie nog hoe ons erom bekleed?
Hoe hy die volk in twee laat skeur? Ons het daar die tyd in die stryd gestaan. Toe was jy nog nie eers gebore nie, meneer de Tooy. En hier het ons generaal Jan Smuts. Het hy nie op die Afrikaner nasie verneder nie, maar excuse toch. Nee, niemand. Ek sien hem dan hier nie. Die stichter wou hem hier gehad het. Was hy dan nie Afrikaner nie? Hy het altyd net voor Engeland gewerkt. Ek was ook die Jan Smuts man. En ek is ook Afrikaner. Hy het vir ons allemaal gewerkt, net voor Engeland nie. Daar is ons helde. Hier is die trotse leiers van die Afrikaner volk wat ons gebring het tot waar ons vandag is. Dr. Milan, advokaat Strydom, die leeuw van die noorde. En die man wat vir ons die republiek gegee het, Dr. Verwoerd. Wat 'n trotse dag, professor, toe ons 'n republiek geword het, 'n vrye volk. Ek het daardie dag die Here gedank, maar ek het ook dankie gesê vir al die groot manne en vroue van die verlede wat gehelp het. Jan Smuts ook. Hy ook, Anton, net soveel soos al die ander. Ek glo nie ons moet dit vergeet nie, meneer Niemand. Wel, Ek is nog altyd die Jan Smuts man. Nekkies en gaaitjies. Negrief. Wat se gaaitjies? Kerk, skool, taal, politiek. Almal in gaaitjies. U sê ons het al daardie mense in gaaitjies? Ons volk, ja. So moet hy lyk, dit moet hy doen. Hieraan mag hy behoort, daaraan moet hy glo. Nie waar nie, Leroe. Elkeen het sy eie mening. Nou toe, Greef. Wat sê die staat? Meneer de Stoel, ek is nie bewus van amptelike verklaring in verband met die Afrikanerse Afrikaanskap. En toch pak ons hulle allemaal in gaaitjies. Jy gaan uit de ver, Anton. Omdat ek al hierdie dinge vraag. Omdat jy jou volk wil verkleineer, dis hoekom. As ek my volk wil verkleineer, dan moet ek toch myself verkleineer. Ek is mos deel van hierdie volk. Jy het volksvreemd geword. Een zwak Afrikaner. Ja! En dit omdat ek vraag, omdat ek nie saam met die trop wil draf nie. Ander mense moet vir my besluit. Jy kan self besluit. O nee, ek mag nie. Ek moet net in my gaatjie sit, saam drap. Almal kan nie leiers wees. En as die leiers gepraat het, dan moet jy stil bly of hulle skop jou uit. Brandmerk jou as hy uitvast. Die skoen pas jou baie goed. En ek trek hem graag aan, want ek word nie in 'n gaatjie gesit nie. Die stem van handhavers bonde praat my nie goed nie. Wat is jy dan? Ek is ek. En ek het in jou geglo. Gehoop dat jy een van die leiers sou word. Maar jy het een nachtmerrie geword. Ja. En nou rei ek jou. Jy het jou geld op die verkeerde paard gesit. Hoe kom het jy? Jy is nie daar die soort man wat my sou gehelp het, is daar nie een goeie rede voor was nie. Toe, wat was dit? Of is jy te skaam om het voor al die mense te sê? Sê dat dat sagies in my oor, ek sal nie oor vertel nie. Beloof. Ek het die weeskind gehelp. Een dag sal ek nog die waarheid uitvind. Die waarheid sal jy nie vir altyd kan wegsteek nie. Is jou waarheid net altyd in die asblikke van Vredendorp? Is daar geen bande meer wat jou aan iets vastbind nie? Ek is Anton de Tooy, die basterkind sonder bande. En ek gee nie hel om vir jou of Paula Nietlingse trotse en prachtige dinge nie. Ek is net aan myself getrou. Net aan myself. Wat soek jy dan so naaste geluk? Die waarheid, dominee. Altyd net die waarheid. Toe, Greef. Soek die staat ook die waarheid. Ek weier om op hierdie ligzinnige vraag te antwoord. Vraag die raad daar een patent maar. Dat die hemel binnenkort op ons geneervaar. Wat? Wat is jy, man? Ek is Afrikaner. Hoeveel Afrikaners is daar in die land? Kan nie zo dadelijk my hand op die amtelike statistiek leen nie, maar met de opname wat onlangs gemaakt is, het gebleik dat, ek weet nie precies wat die juiste cijfer is nie, dat ongeveer 60% van die landse bevolking Afrikaans sprekend is. Hoeveel van daar die 60% is? Kleurlingen. Die kleurlingen was nie by die opname ingesluit nie. Maar dat was toch een opname van die Afrikaans sprekende bevolkingsgroep? Die kleurlingen word amptelik erken as een groep op hulle eie en moet as sodanig hulle eie gemeenskaplike kultuur en belangstelling ontwikkel. Kan ek saamvat, ons dwaal af. Dis nie nou ter sake nie, mense. Asseblief. Dit gaan nie nou oor die kleurlinge wat sy nasie hy is nie. Ek het met die regering hier gepraat. En ek is die regering. En jy is die regering en mevrou Volskenkes. En ons allemaal hier sal is, want ons ondersteun ons eie. Ons ondersteun een beleid wat elke blanke in hierdie land sy eie bestaansreg sal gee. Nes die kleurling sy eie bestaansreg het. Sal jy vir ons een nieuwe band kom insit, asseblief, mevrou? Ek het twee kleinkaffertjies op die plaas wat net Afrikaans kan praat. Nie Anton Jong, dit maak berachtig nie van alle Afrikaners nie. Meneer die stoel, die amtelike woord is nie kaffertjies nie, maar bantu. Ja, alles is vandag net vir die bantu. Voor die verkiezing, dan leer my parlementslid bij my, en na die verkiezing sien ek om nooit weer nie. Misschien in die Koran.
Maar het trek van onwaarheid, die en die band tussen handschut. Als we ons aanpassen bij veranderde tegenhoor, missie. Ja, maar ons geeft te veel voor die zwart man. Als we het zien, we zien krijgen, miljoenen geld. Maar is het niet ons plicht als christenvolk om je hand uit te steken? Ja, maar niet om het te schut niet doen, meneer. Ons moet allemaal opofferings maken, meneer Esterhuizen. Mijn zin met moeder Skolsvoort hardop. Gisteren nog moest ik voor hem tekkies kopen. Ik moest van die vleesgeld vatten. De nieuwe band is in, meneer Niemand. Oh, dank je, mevrouw. Kan ons voortgaan, maar net die passen een beetje versnellen, alsjeblieft. Maak jij ook opofferings, dokter? Is jij ook een van die Afrikaners met benauwde bodem? Ik leef als Afrikaner. Ja, ons leeft allemaal als iets, maar wat ze iets, low, warm of koud? Ik heb mij nog altijd bij die volk geskaar, mijzelf ingevoel. Ik heb ook geld, Bo. Die stichting om in die verleden als organisatie... Nee, 10 kleinbare Afrikanerkies, wie gaan die eerste in die doet schiet? Pom, pom. U hebt mij in reden gevallen. Pom, pom, pom. Ja, meneer Redoui. Ons is in die moeilijkheid. Ons wil graag hij hier met ons komen werken, maar gaan jullie dan één dag die pot missen? Nee, ik zal niet. Afrikaners is plezierig. Hallo, van partij kies en dan maken we zo. Maken we altijd zo. Kom eens raai. Ik raai niet. Toets mij je muur, ja. Allemaal van jullie toets dit. Maar mijn Afrikanerskap sleept jullie niet door kakibossen, niet door niks niet. Ik heb het verleden. Ik is niet trots daarop niet. Maar ik sta onbeschaamd voor jullie allemaal. En voor daar die mensen daar in die hoek. Als ik zeg dat ik een Afrikaner is. Niet langer zal zitten, mijzelf die hierdie man laat oordonder nie. Stik die geestes wat eers. Hoe kan ons als Afrikaners die toekomst ingaan? Met trots ons zaken in die buitenwereld gaan stel. Moet mij niet vragen of ik Afrikaner is nie. Vraag mij of ik voor mijn volk zal werken. Dan zeg ik ja. Prachtig ja. Maar op mijn knieën zal ik niet werken nie. Geef die post om mijn plezier voor iemand anders. Ik kruip niet. Maar dokter. Ik zeg dankie. Dank je voor een vechter. Kom terug, alsjeblieft. Ik heb klaar gepraat, professor. Zal u weer zitten, alsjeblieft? Dokter, mijn apologie. Ik is jammer. Moet niet jij jammer zijn, nie. Ons is die mensen wat skaam is. Leden van die raad, geef hier die man voor mij, zodat ons samen daar buiten kan gaan vechten. Om wie wil jij gaan vechten? Ons vijanden. Ons moet waken en beschermen wat ons eigen is. Is daar dan niet plek voor die andere mensen bij ons? Nooit. Het is een Afrikanerorganisatie, Hirti. En ander mensen moet hieruit blijven. Voor altijd. Dokter, net de laatste klein vraagje, dan blij je op Tjoepsel. Die wonderwerk gaat gebeuren, hij gaat nog stil blijven. Ja, ik lach ook. Een mens kan daar een baie praten, nee, heel mensen. Ja, doe maar jij. Nou ja, kunnen ons dan maar je laatste vraagje achter je rug krijgen? Wel, eindelijk is het niks niet. Dokter, is jij getrouwd? Nee, maar ik trouw 2 maanden. Nou, vat zo geluk. Dank je. Ken ons die dame? Ik geloof niet. Zij is een mevrouw Smith. Van de Afrikaanse of Engelse Smith? Zij is Engels spreken. Meneer de voorzitter, waarom is hier inlichting voor ons gehouden? Het is toch zeker niet ter zake niet. Maar jij hebt weer van ons aan die Engelse weg, professor. Oh, sorry, Engels, nee, meneer, niemand antwoordt mijn vraag. Waarom is hier die Engelse vrouw voor ons weggesteekt? Zij is niet weggesteekt, niet. Dus zijn verloofde. Wou jullie twee haar waarachtig hierin gesmokkeld? Hou je in, professor, alsjeblieft. Ons is nou niet mooi ver genoeg gegaan. Meneer, niemand zal dokter Leroux ons nu verskoon, alsjeblieft. Ja, mag ik ze voorstellen? Ja, dank je, dokter. U mag gaan. Ons zal u verwittig van de uitslag van uw aanzoek. Dank u. Berg, dames en heren. En nou, mevrouw Nietling. Jij doet niet alles van hem geweten. Jij diep gegraven, nee, Anton. Hulle gaan trouw. Voor 2 maanden. Haar naam is Jackie. Jackie Smith. Het zijn elke dag voor 100 keer een dag. Kijk weer. Wees voorzichtig. Jullie goed is giftig. Nee, jullie weten alles, mos. Kijk nou hoe lijkt zijn oor. Kun je je oor afmaken? Het brandt bij je, juffrouw. Kom eens, wat hem gewoon maar liefst ter kosthuis toe. Dan kun je hem daar beter, dokter. Doe jullie! Wat is staan een windslak? Spijt, ons niet de hele dag niet. En hou daar je bril op. Kijk wat mijn man zijn oor gebeurt. Ja, dag. Wat is er hier aan? Niet ons spijt. Maar ons, je kan maar rijden, ons is helemaal rijdt. Ja, jullie spijt hem weer zonder brillen, hè? Nee, allemaal het bril op. Je kan zelf zien hier zo. Allemaal draaien brillen. Hoe voel je? Dus, bij is hier, meneer. Jan, toe, Christian. Ach, Kalle heeft maar tegen hem geval, want hij was laatst mekaar. Dat is maar een ongeluk. Kalle? Ja, meneer.
wat af hem gemors. En jij valt dus om maar voor niks, Tino. Hij moest gegleden. Je kon een man blind gemaakt. Wie was langs jou aan de andere kant? Ik jammer, meneer. Wie was langs jou? Ga je van mij zeggen, Carrie? Ik was langs. En wat had jij gezien? Heb je hem als gezegd? Hij heeft geglijd. Laat me niet moeten ervoor. Wat is er niet op vandaag gebeurd? Zorg hier dat hij niet bij komt en krijg je dokter. Nou, daar staan een grap hier aan, bezig. Jij ook niet van. Doe jouw bies. Dan kom elk uur, man. Zie man en krijg. Aren't you going to tell me? Hulle sal my laat weet. En as hulle nee sê? Hulle sal nie. Nou, waarvoor is hierdie sloot nog hier toe gegooi? Christian is weer vas aan die slaap. Wil jy ek met my lewe op so 'n plek sluit? Dis elke dag net ander mense se probleme. You wouldn't be happy away from Boys Town, Jan. It's everything you've worked for. From nothing. Daar's baie ander wat die werk kan doen. Nee, Jan. Maar daar's baie wat die stichting se werk kan doen. En elke dag daarvan moes ek net een vyand beveg om my taal erkenning te gee. En as hy vandag die kans kry, sal hy van nou af weer my taal ignoreer. Eers in die koffies wil my Afrikaans praat. Dis reg, mensie. Kyk, mense. Ons het almal saam aan die wag gestoot die afgelope paar jaar. Hoekom het ons nou skielik weer teen die Engelse praat? Die Afrikaner het gestoot, die Engelsman het agterna gehardloop. Jy's reg, professor. Vandag lê die Engelse society vrouens oor hoops by ons. Dit is skielik hoe mode geword om nasionaal te wees. Dis nie wat ek sê. Ons het alleen in die stryd gestaan. Hulle was toe te bang om ons te ken. Nou is dit skielik very fashionable. Maar tog het die Afrikaner net die bedelaar gebly, né, Griffie? Mag net daarop patent maak dat die Afrikaner vandag belangrike aandeel in ons landse sakelewe het. Ons praat heeltyd net van geld. Wat van ons erfenis? My erfenis is vir my baie belangrik. Ek is ook met 'n Engelse dame getroud en maak hoegenaamd geen afbreek aan my Afrikaanskap nie. Sy is 'n goeie vrou. Ons het 3 kinders. Sy praat 'n bietjie Afrikaans. Is trots op haar. O la 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 la. Wat het ons hier? 'N adder in ons boesem. Ek dink dit was die eerste en laaste sit hier by ons, meneer Grief. Ons moes altyd veg om ons Afrikaner volk suiwer te hou. Nou kom ons gaan veg dan maar weer die boereoorlog oor. Praat is maklik, Anton. En dit is vir my mooi dat jy partykeer vinger alleen teen ons almal staan. Die waarheid, dominee, staan altyd alleen. Maar soms is jy 'n bietjie haastig. Sonder 'n verlede het 'n volk ook nie 'n toekoms nie. Daar is die grootste Afrikaner van almal. Ja, dominee, en hy het gesê neem in die verlede dit wat goed is en bou die toekoms daarop. Ja, Anton. En as ons wil vergeet dat Paul Kruger ooit geleef het of dat Jan van Riebeeck ooit hier geland het, dan kan ons verder gaan en ook vergeet wat 2000 jaar gelede gebeur het. Die Christuskind gebore is en aan 'n kruis gesterf het. Dat ons geloof niks beteken nie. En dat die Bybel maar net 'n bon op papier is. Sien jy nou hoe maklik dit is om lampies dood te blaas? En as ek so aanhou, sal ons seker net nou in die donker sit. Dit is al klaar donker. Nou kom ons sit die ligte aan. Voor ons siele verlore gaan. Daar's 'n almagtige God wat jaloers is op alles wat syne is, op elkeen van ons. U mag dit nie sê nie, nooit weer nie. Dis jammer, dominee, dis jammer. My oorloosie en daai oorloosie teen die muur wil nie saamloop nie. Hoe laat is dit, meneer Niemand? Dis 7:15. En dis tyd dat ons nou 'n besluit neem, mense. Ons gaan nie besluite neem net omdat dit 7:15 is nie. Dis die man uit of in? Die kandidaat is die regte man. Maar sy vrou sal altyd saam met hom moet wees. Kan ons haar nie vra om hiernatoe te kom dat ons met haar gesels nie? 'n Baie goeie voorstel, dominee. Ek het in elk geval niks meer om te bespreek nie. Jy al klaar haar kop onder die water gedruk. Julle weet hoe ek voel. Nou ja, dames en heren, dan verdaag ons tot morgenochtend. Sal ons sê 9:00?
zal ik gauw terugkomen, meneer. Ja, leg net in je oor kijk, man. Ik ga niet blind worden, nee, meneer. Doe je nu alles voor die dokter voor jou zei om te doen, hoor, Karel. Het was een vreselijke ongeluk. Hij moest zijn bril opgehaald het. Hij is hospitaal te. Maar je zal niet vergeten dat jouw schuld was in Nekkari. Ja, arme Karel. Staan op! Zet. Kom, Sandertje. Kali. Isaac. Dokter sê daar is een moontlikheid dat Karel albei sy oë kan verloor. Die tyd vir grafies is nou voorby, verstaan. Wat precies het gebeur, Christian? Ek was by die pomp toe, Ariel my daar kom roep het. Jy het dus niks gesien nie? Nee, het ons gehoor, Kali het gegly. Kali? Ja, meneer. Ek vraag jou nou vir die laaste keer. Dat was mijn schuld, meneer. Kali. Is je zeker, jong? Meneer Leroux heeft gezegd, Karel gaan blind worden. Meneer Isaac heeft mij gestampt. Kom, Isaac. Ik zei lief, maar je zal mij moest niet geloven. Nee, want je is slecht. Ja, maar ik heb niet vijf kolletjes aan mijn bedje. Nee, ja! Want iedere keer ga ik jou niet weer beschermen. Je gaat terug tronk toe. Echt niet gevraagd meer te wees, nee. Nou ja, dan ga je terug naar waar je hoort. Zorg dat ze goed aangepakt is en je moet morgen toe. Dan zeg ik, kom maar. Ik kom jou gezels vanavond. Dat is belangrijk. Weet je dat dan besluit? In je moeder. Maar ik wil jou zien. Ja, ik weet, ik moest je zeker zeggen. Het is nu een Jackie niet. Maar als andere dingen. Ons kan dit niet meer zo voortgaan, Paula. Jan, ik wil hier moet komen. Ik moet eerst naar een kunstuitstelling. Ze is zo 9 uur. Jij is laat bezig. Niks. Hallo, wil hem eens zien. Die raad. Hou je dan vergaat hem zo laat? Ik ga nu samen met hem eten. Ik ga dit gewoon trekken. Ja. Ik is jammer wat vanmiddag. Als jij die werk wil, hè, dan is dit wat ik ook wil. Hè. Ik besef nou dat ik die ziel van die kunst aan mijn hand heb. Zo zullen ze in Spanje zeggen, wat maakt die kunstenaar groot? Armoede, pijnlijkheid, zwaar krijgen. Hier, nee Paula, hier is niks. Hallo Etienne. Ik zie dus maar weer net deksels, oude spijkers en doringdraad voor jou. Ik lees ook niet jouw boeken. Sherry Paula? Nee, dank je. Ik wil eerst een skillerij gaan uitzoeken.
Wacht net. Jy weet daar 'n klein Spaanse dorpie wat ek gekry het. Jy moet die mense sien. Die atmosfeer, fabulous. Jy moet saam mee gaan. Dan kan jy sommer daar 'n boek skryf. Die meisies. Nee, wacht. Ek dink jy moet sommer self gaan kyk. Jou sherry. Veel geluk, Anton. Jy het vandag 'n baie suksesvolle dag gehad. En jy? Môre is nog 'n dag. Ek is reg. So jy gaan aanhou? Ja. Die groot intellektuele Anton de Tooy. Openbare alledaagse platvloerse emosie. Hy is jaloers. Jy geniet het, nie? Ek is 'n vrou. Etienne se werk word net swakker, dink jy nie, Anton? Ja, maar jy sê natuurlik, een moet koop. Ja, natuurlik. Ek gaan nie jou aanslaan daar by die stichting wat inkom nie. Sal ons ag. Hy sal vir ons kom werk, soms sy verloofde. Jy bedoel, 1, 2, 3. En sy is uit. Pense en boekies. Ja. Ek dink nou maar net. Sy nou maar ons stel om aan. Met sy verloofde. Dan kry jy hom in elk geval nie. Ja. Kom, ons stel hulle aan. Saam is hulle uit. Saam is hulle in. Ek waarsku jou, Anton, moenie probeer nie. Ek het nog net begin. Môre is julle beurt. Ek gaan julle uitmekaar skeur. Dan sal ek jou moet uitmekaar skeur. Pas op. Almal van julle. Jy, niemand, jou pa, die stichting. Hoekom, Anton? Net omdat jy wil wen? Nee. Zodat ons albei kan wen. Nou speel ek en jy, Kalle. Jobies. Maak toe die deur. Jou kans. Roos sê ek gaan môre tronk toe. Ek wil nie graag tronk toe gaan. Ek wil hier bly. Dit is my laaste kans, Kalle. Wil jy graag tronk toe gaan? Nee, Isaac. Jy sien. Niemand wil nie. Karel is nie regtig blind nie. Hy wil jou sommer laat skrik. Jy kan van Roos sê jy het gelieg. Ek het jou nie regtig teen hom gestamp nie. Verstaan jy? Hy sal jou glo. Wat sê jy? Nee. Wat sê jy? Ek sal nie.
is makkelijk. Ik blij hier zo. Gewoon weer liggen. Nee. En ik ga dronken omdat je een goed bek opgemaakt. Nou luister je naar mij. Onthou je wat ons gezien heeft? Wat ik niet gezien heb. Leroux gaat net doen als een andere vrouw toe. Jij kan kiezen. Je gaat zelf voor je het gelieg. Of wij gaan zelf voor Jackie alles wat ons gezien heeft. Zal je weer liegen? Nee. En als Leroux bij daar hekken uit is met je motor. En je niet voor ons gezien niet. Ga even Jackie zeggen. Alles! Dan ga je ook gewoon een breek zo veel goed. Nee, Tommy. Als je niet voor ons zijn, ga ik jouw flintersnijpen, lief. Veel goed! Je is aangetrekt. Ik zo pot. Dus laat? Ja. Die sien is omgekrapt. Ik denk dat het door Karel's ongeluk. Ik weet ook niet. Is het Isaac? Ja, hij ook. Toen maar, ons raak morgen van hem ontslaan. Heeft dat toch misschien slecht beter wees je vanavond hier blij? Jij is al 6 jaar hier en je dog nog steeds. Waarom doen jij nu ook eenmaal in je leven iets aan moeilijkheid is? Ik is ziek en zat voor jou gekerm. Het dog maar net. Het net gedog. Ja, jij dog maar net. Hey Christian. Wie is dat? Hoe is jij, Kali? Ja. Heer. Ik weet niet hoe niet, maar... Zie me meer. Kali? Lijkt me jij het moeilijkheid. Ja, meneer. Dus juffrouw Jackie, hulle wil haar vertel. Hulle wil ek moet lieg. En nou gaan Isaac voor Jackie vertel. Jackie, kom, kom. Vertel me hierdie ding, gauw. Wat ik hoor. Meneer, ek en Isaac het van meneer Leroux gezien. En... Ek van gesê moet stil blijven. Dat is me niks nie. Nou ja, dan is het ons niks nie. Hé? Nee meneer, dit was toen mijn vriend Netling daar was. Wat? Ek en Isaac het die dag alleen gewerkt. Ons kon nie help om hulle te sien. En nu gaan Isaac voor Jackie zijn. Maar ik ga niet weer liggen. Ja, alles wordt vrot hier. En jullie hou aan daarmee. Maar jullie gaan niet voor Jackie zijn. Ze is die enige goede mens wat nog hier wordt blij. Dus Isaac, meneer. Isaac, los je Isaac van mij. Gaan. Doe dan. Nou zeg die tonner. Gaat zo, Isaac. Kijk hoe mooi lopen ons nou vanavond mekaar hier vast, hè? Van die lucht weg. Nee. Dan kan ik je maar niet zo mooi zien. Lijkt me jeet verdwaal, hè? Is warm die kos is. Warm? Snaaks dat ik ook vanavond moet warm krijgen, hè? Waar heb ik je bij te lopen? Toen loop ik ook hier langs. Nogal bij Jackie's kamers voorbij. Isaac. Ik zal ons naar die pad terugkrijgen. Ik kan niet zien. Ik kan niet zien. Ja. Kijk dat wij draaien dat geluk. Isaac. De hele slaapzaal is ons hier af. Saki, ik denk. Zijn er maar. Je besluit om weer een draai vanavond te lopen. Je weet, per ongeluk misschien. Zijn niet eens laten doen, niet?
Per ongeluk, je weet hoe ze mens. Ik zal maar hier bij Jackie rondblij. Als je besluit, je weet. Je wil een wijde draai lopen. En nou, Sakkie, nou wacht ik maar hier. Dan wijs ik je weer die pad straks, hè? Of hoe? Ja. Ja, oké, Christian. En, Sakkie, je zal jou Callie weer vanavond gaan hunner niet. Zal jij? O ja, Callie. Ik had al amper van hem vergeet. En toch het jaar gekies. Ons is al lang al verlof. En ik moest niks weten. Ons is verlof voordat ik jou gekend. En nu is hij hier bij mij. En ik wonder of Jackie Smith dit weet. Jij hebt gezegd, ik moet vanavond komen. Dat was voor je raad. En al die andere keren? Waarvoor het je toegekomen? Ik ben niet gedacht dat het zo ver gaat. En nu weet het zo ver. Wat nou? Ik blijf nog verlof. En morgen moet je raad besluiten.
Laat hulle besluit. Hulle wil Jackie Smith ontmoet. Morgenochtend 9:00. Ek sal haar bring. Jy kan by die stichting inkom. Nou nog. Maar as het sou beteken, jy en sy saam. Dan denk ek as jy uit. Maar daar is ons. Ek. En jy. En die stichting. Die begin van iets groots. Ik kan alles voor jou geven. Op Skimpoort. En de rest van je raad? En dat zal Max zo zeg zijn. Anton de Doei ook? Deel in hij ook, ja. Alles wat je wil krijgen. Ja. Als ik dat bij je graag wil. En ik wil die werk bij je graag hebben. Ik zal het krijgen. Maar al wil ik trots wees dat die raad mee wil gaan, omdat ik die rechte man was om geen andere reden. Ons. Wat van ons? Als ik jou eerst ontmoette, voor Jackie, zou het anders geweest zijn. Zo is het dan. Dat wat je wil hebben, kan je niet krijgen. Ja, naam? Ja? Ik wil jou maar net kom zitten. En dan krijg je nu hier eindelijk, hè? Wat is het? Wel, die dokter zei, Isaac kan misschien sterven. Enkel heeft elkaar met esters geslaan en ketens. En ik heb je gezien, moest vanavond daar blij. Ja, ja, zeg het nog niet weer. Ik zal het ook weer zeggen. Ik zei je. Die dokter zei, Isaac kan vanavond misschien sterven. En ik heb je gezien, vanavond. Blij daar, daar gaat moeilijkheid wees. Naar zijn hospitaal toe. Hij heeft een gat in zijn kop. En zijn hospitaal toe? Isaac. Nee, hij is nog daar. Die dokter is bezig met hem. En nou denk ik, Callie is Koenveld. Callie heeft weggehardloopt. Ik zal moeten gaan zoeken. Waar, weet ik niet. Maar kreiselijk om moet krijgen. Je kan maar terug gaan, Christian. Ik weet waarom voor Callie te krijgen. Ik ben ook gaan. Zien ik je weer? Morgenochtend, ja. Morgenochtend eerst. Nacht, Paula. Ik ga jou niet uitvatten. Nee. Je moet zelf jouw man komen staan. Isaac leeft nog. Isaac is dood, meneer. Isaac is niet dood, nee. Hij leeft nog. Ja, meneer. Je moet niet voor die politie proberen wegkijken. Nou ja, krepeer dan in die rioolgat. Naar die politie jou jaag, laat je vrienden hier boven jou voor een bagatel verkoop. Toen moet je een man wees niet.
Wou meneer van Isaac vertel het? Hoekom het jy nie? Meneer was te bezig. Meneer wou nie meer met my praat nie. Nou het ek niemand meer nie. Kom staan. Ek bly hier so. Ek kan jou help. Jy kan 'n moordenaar word. Ek sal nie tronk toe gaan nie. Jy sal nie. Ek sal liever... Kali moet nie gek wees nie. Asseblief meer gaan. Toe meneer. Nacht Kali. Leroux moet aangestel word sonder sy verloofde. Verstaan jy, Laurens? Ja, dis 'n probleem. Hy wil nog die pos hê. Hy is vol ambisie. As dit nodig is, as Leo moet vra om sy verloving te verbreek. Nee, ek kan nie. Ek wil dit graag hê. Asseblief, Laurens. Ek weet nie, dit is... Jy sal hom vanaand nog onder beheer kry. Vertel hom die waarheid. Dit is 'n moeilike situasie. Ja, dit is. Maar as jy dit nie doen nie, dan sal ek dit môre moet doen. Wat sê die dokter? Hulle het hier geopereer. Ons weet nog nie. Kan ons hom liever hospitaal toe neem nie? Ons mag hom nie roer nie. Dankie, juffrou. Jy is moeg gerus nou. Ek het Kali gekry. Ek het geweet waar hy sou wegkry. Ja, Jan. Kom maar net waar jy wees. Ja. Ek is jammer dat ek nie hier was. Wat sê die raad? Hulle wil jou graag ontmoet. Jy sal môre sal... Tell me what time and I'll be ready. They'd want to meet any candidate's wife. Jan, ons kan nie so aangaan nie. I had to see the ball tonight, I told you. What's been happening to us? We just can't talk anymore. So here I am. Let's talk. What should we talk about? How much we love one another, that we'll get married. How exciting it all is. All right? Let's talk about it. Where we're going to live, and the furniture. Names we'll call our children. Mary, Daphne, Deborah, Willem, Marianne. Oh, Marianne will be too English for you. Why don't you just say that you love me? You know I love you, Jack. Can't we ever be together anymore? Ek sal hier te klank sien. Die uur het geslaag. Is jou aas voors reg? Niemand? Jy is hier vandag gedraand. Zo moet de voorzitter praat. Is beter. Bring asseblief me juffrou Smith binnen. Je kan nou maar ingaan. Goedemorgen, dames en heren. Dit is mevrouw Smith. Goedemorgen. Zet maar. Ik kan ons nog maar verskoon, dokter. Ik
wonder om juffrouw Smith is een beetje zenuwachtig. Niet bekommerd wees, nee. Ons aan haar kijk. Welkom hier bij ons, juffrouw, en dank je dat u gekomen bent. Jullie raad wil graag, wel, jullie raad wil graag met die kennis maken. Je hebt niks om voor bang te wezen. Baie dankie, maar ik blijf nog baie bang. Doe maar, ons is weer bang voor jou. Ik is blij. Toch is Engels, nou zie ik deze boeren nooit. Ik zou graag een Afrikaans voor praten. Dat is een baie mooi gebaar, juffrouw Smith. U werkt ook daar bij de reddingspost, niet waar, nie? Ja, mevrouw. Als sociale werkster? Ik is de secretaresse daar, maar ik help ook met die andere werk. Hoe lang is je al daar? Ik werk al 2 jaar bij die Sins. En voor dit, waar was je toe? Ons wil meer van je weten, je verstand het, hè? Ons komt van Natal. Ons is hier naartoe gekomen toen ik hoerschool toe gegaan heb. O ja, wat voor school was dit? Die Parktown Girls High School. Ik heb toen naar de college gegaan, waar ik voor social werk... No need to struggle in Afrikaans, my dear. We can all understand English. I always seem to... You're aware that this is an Afrikaans foundation, and that everybody connected with it has to understand and uphold our policies and our principles. You will agree with that? Yes. I'm sorry I couldn't manage the Afrikaans. No, it's not the Afrikaans. He wants to know about your politics. Recht, Professor! Die politiek is deel van elke Afrikanerse leven. What are your politics? I don't know much about it, I'm afraid. You mean you have no principles? I have principles, yes. But somehow I never got round to politics. Maak haar politiek zo bij je zaak, professor, dat ons allemaal ondervraagd daar wordt. Tuurlijk, jij gedenkt hier raad zo belangstellend naar haar karakter? Of haar gedrag, of waar ze vandaan komt, of wat haar ideaal is? Nee, oh nee. Dat is niet politiek. Kerkbezaars, als je verlucht, als je verkrampt, rij je Mercedes-Benz. Haat je genoeg? Gloei je apartheid? Het is elke rechtdenkende man en elke christen mens het plicht om te gloeien aan apartheid. Zin je doen. En die miljoenen christenen over de hele wereld wat niet aan apartheid gloeien, wat ons veracht? Doodskoot, dominee. Vertel het. En wat van die mensen in Ierland? Waar zou jij geweest dat het ooit zonder apartheid? Die beleid van afzonderlijke ontwikkeling is het traditionele beleid van Ierland. You do understand that, don't you, my dear? Mr. Chair, it is the official policy of the government of this country that the Bantu people will have their own homelands where they will develop their own way of life, their own culture, and their own way of life. The policy of separate development... Dis nie ter sake nie, mense, asseblief. Alles is ter sake. Sy sal net so deel wees van hierdie stichting as wat Leroux sal wees. Could you represent our foundation on social occasions? With Jan, I think I could manage. And functions at cabinet level? Could you be the hostess? I'm not sure. Could you address a meeting on any aspect of our work in Afrikaans? You know, my Afrikaans is not... Miss Smith, do you really think you could fit into our organization? Bravo, Paula. Voel het baie lekker om haar zo met klippen te gooien. Wat een keer, Anton. Hinder die waarheid, jou? Je is haastig om te winnen. Het was amper te makkelijk. Makkelijk, nee. May I ask you a question, a personal one? Yes. Are you in love with Jan Leroux? Yes. And he's in love with you? Yes, he is. You sure about that? Yes, Mr. De Toy. Daar zal geen vrouw meer niet. Zij het om lief. En Paula. Hij het haar lief. Dit is met alles wat belangrijk. Dit is niet, ons moet alles weer. Om haar in de geheim te kansen. Als jij zo wil, ja. To which faith do you belong? I'm a Roman Catholic. Will you give up your faith when you marry Dr. Leroux? No, I will not give up my faith. You will not give up your church. You can't tell us what your politics are. You're not sure whether you fit in with us. Yet you want us to accept you. I've not asked you to accept me. I've only wanted Jan to accept me the way I am. I'm sorry I'm not good enough for you. Excuse me.
wat het gebeur? It's not going to work, yeah. I should have known. What happened? What did they say to you? It's not going to work, Jan. I just don't fit in. I'm English. I'm not good enough. They don't want me. Tell me, what did they say? They said I'm not good enough. They sat there and asked questions about politics. Mrs. Nitlin. She was the one. She wanted to know if I could entertain people, make speeches in Afrikaans. I told her my Afrikaans is not... You know my Afrikaans, Jan. There's nothing wrong with your Afrikaans. You were just nervous. Oh, yeah. Mrs. Nitlin, she wanted... No, the professor asked what church I belong to. Their faces. You should have seen their faces. I was just out. Did they say so? They didn't have to. And Mrs. Nitlin? Mrs. Nitlin. She's tough. She sits there and she's beautiful. She's rich. And you know I'm not an Afrikaner. And you could see she just hates me. She didn't help you. You so badly wanted them to like me, didn't you? I let you down. I'm sorry, Jan. All right, all right. Sorry. Ze het hier gesit en wou niks opoffer. Omdat jij haar gevraagd om haar kerk te verlaten, om die bikkie wat haar eie is weg te gooien en kaal voor ons te staan. En dit net, omdat alles aan daar die kant van die tafel staat. Alles allemaal tegen ons, die buitenlanders. En elke dag nog stromen hier in hierdie immigranten. En als ons weer kijkt, dan leiden ons versmoor onder jullie buitenlanders. Zij is niet een migrant, niet, professor. Zij is een katholiek. Zij is een mens. Wat gaan van ons Afrikaner volk voort als het zo aan? Maar jouw voorouders was toch ook immigranten? Hij had niet kruis om hulle nekken gedraan. Nou, graven, je gaat vermoordigheid. Eerst dat het zij wees, en dan nog een, en dan nog een. En als ons weer kijkt, dan werkt hier die stichting voor die Anglikanen, en die Joden, en die Katholieken. En ik weet niet wie nog allemaal niet. Ons is die roem van hierdie land. Ik schaam mij als dit die roem is. Als dit is hoe christenen praat. As ons dan so goed is, sulke oprechte, rotsvaste Afrikaners is, kom ons wys vir haar deur ons gedrag dat ons geloof reg is. Kom ons wen haar vir die saak, vir ons eie kerk. Nou praat jy, Sakkie. Vir my lyk sy een goeie dochter. Sy het haar goed gedra terwyl sy hier was. Dit gaan oor die beginsel. Nee, professor. Dominee is reg. Ons kraal word voller. Kom ons stel. Essie, Bota, jy, ek, Griffie is ook van die meisie en nou kom Volly op die kraal. Ons is nou 6, Ola. Is julle, Anton? Was daar nie nog iets wat jy die kandidaat wou vra nie, Laurens? Nee, ek... ek glo nie, Onthou jy nie? Praat die kandidaat om binnen te kom. Daar is niks wat ons met hom wil bespreek nie. Ek wil met hom praat. Ongelukkig is ons in een moeilijke situatie dat ons op die oomblik twyfel. Dis jou verloofde. Die raad voel dat... sy is 'n katholiek. Dat is een probleem, ons voel sy hoort nie hier nie. Net 3, dink so. Stil! Ek is die voorzitter. Ons wil jou baie graag aanstel. Maar sal jy bereid wees om jou verloving te verbreek? Maar ons het dit nie gevra nie. Ek vra dit. Ek antwoord jou graag. Jy het niks om te antwoord. Die voorzitter my vraag vra nie. Maar dit is nie een dier. Hy verloof dat niks met jy saak. Jy het nie recht gehad om te vraag sy verloof om te verbreek. Dan bly jy stil. Jy het wel voorspoel het en op jou gespoeg nie, want eerlijk het een verskrikkelijke ding om te vraag. Precies. Dadelijk. Ons het een belangrike ding wat ons hier moet bespreek. Ons voorzitter. Skam. They don't want me, do they? It was nothing. They haven't decided yet.
I'm going away, Jan. They want you as their director, but not with me. Then I don't want their job. Then you'll come back to Boys Town and marry me, and that will be that. I said I wouldn't take the job without you. Goed, ons gaan terug in ons trouw. Wat wil jy nog hê? En as ons vir 10 jaar getroud is, wat dan? Dan sê ek nog by die seuns. Onthou jy dan nie, ek is mos al een wat met die klomp kan werk. Nou ja, dan sal het so wees. Then you'll hate me, because I was the one that stood in your way. I wanted you as well. Goodbye. Laai hulle maar 20 sakke hier af. En dan elke 100 tree laai hulle die ander verder af. Is hij terug? Hij is terug, nee. Ja. Meneer, hoe gaat het met Isaac, meneer? Waar was jij? Kijk, hoe leid jij? Leef Isaac nog, meneer? Ach, hij zal leven. Geef hem een paar dagen, dan is hij weer in de moeilijkheid. Meneer de Ruud, dus hij gaat sterven. Dan zeg ik een moordenaar. Ja, maar Kali, je hebt je moest zelf verdedig. Dat is aan mij nog op, meneer. Ja, Kali. Zo is die leven. Je weet nooit wanneer om je rechte ding te doen. Ik moest maar liever gestrand, meneer Leroy, gelegen. Ja, ja. Ik wil nog leven, meneer. Ik wil niet voor Isaac doodgeslaan, het, nie. Ik wil niet hangen, niet. Kijk hoeveel is je haren. Je moet iets krijgen om te eten. Kom nou. Jackie, ik heb gedacht, het is alsmaar net een misverstand, je weet. Nee, Christian. Maar was dit niet? Het was niet. Jackie? Nee, Christian, ik moet weggaan. Dan zal ik ook maar moeten weggaan. Je zal één wat zal oorblijven, die zins. Je kan niet, Christian. Je zal zien hoe Jan zal hier blij. Hij zal terugkomen. Hij zal hier blij, je zal zien. Maar wat voor jou, Christian. Mijn maat. Jackie, je bent niet weggaan. Jackie, alsjeblieft. Daar zal iemand anders in mijn plek komen. Ik weet niet zo hopeloos Afrikaans praat, zoals ik niet. Oh, Jackie, je moet het niet zijn.
sou baie beter wees vir Jan, Christian. Hy sal iemand kry wat baie beter is as ek. Iemand soos mevrou Netling. Nooit! Nooit! Ek gee nie om of sy geel, groen, perse vrou is nie. En ek gee nie om met wat hulle roet ring. Ja, jy sal of nie, want julle is allemaal skynheilig. Wat er julle? Julle sestigers. Julle skryf al hierdie ding, hierdie dinge oor seks. Kan jy oor niks anders dink nie? Wel, is daar iets anders? Ons boeken was altijd mooi skoon en nou julle dit kom bemors. Julle skryf so dat ons kinders... Soos hierdie nieuwe boek van jou, die Nachtaap. Vreselijk, nee. Hulle behoore te verbrand, is wat hulle moet doen. Verbrand. Excuse my, ek het nie die naam van daar die boek, daar die seksboekie mooi gehoor nie. Die Nachtaap, Griffie. Moet net nie dat jou vrou sien, jy lees het. Dis maar net vir amptelike insa. Het u dit al gelees, mevrou? Nee, maar die koerante sê allemaal, dis gemors. My man en ek, ons lees net goeie boeke. Oor die brommiekies en die voelkies in die veld? Jy moet een bykie die wereld ingaan en gaan kyk hoe mense werkelijk leef. Jy kan my niks oor die lewe vertel nie. Ons reis baie oor see. Net laas jaar nog in Parijs. Daar het ek ook kennis gemaakt met jou seks. Skielik het hierdie meisies, want my man begin praat. Somme daar op straat. Het was verskriklik. Ek was so geskok dat my man sy voet neergesit het en my beveel het om dadelijk terug te gaan naar die hotel om te rus. Die arme man. Ure later het hy eerst weer daar by die hotel opgedaag. Hy was seker baie moeg. Ja, natuurlijk. Nou is ek ook moeg vir al hierdie gesamek. Hoekom bly jy dan die story? Omdat jy, dominee, sit en luister, terwyl Laurens niemand helaas jou lieg en bedrieg en die stem van die kerk nie gehoor word nie. Hoe lang gaan jy nog so aan? Totdat hierdie kanker uit is. Totdat hierdie vrot sweer opgesweer is. Jy kan allemaal hier rond en bond beledig, maar nie my vader nie. Net hierdie laaste een. Dan is het klaar met jou. Versigtig, Anton. Onthou wat ek gisterand gesê het. Jou pa het ons al het voor in die kerk gesit. So jy wil, nie? Ja. Adrian Delport. Volksheld. Man van aanzien. Geëerd. Gerespecteerd. Maar waar het jou pa sy geld vandaan gekom? Uit die geraamtes van drankzachtiges, gebroken gesinde en eenzame kinders. Sy hele leven lang het hy gespook om die rakke van drankwinkels vol te hou. En toe? Toe hy op sterwe lê, toe het sy gewete om dag en nacht gevreet. Dis waar hierdie stichting sy geld vandaan gekry het. Gewetensgeld. Geld wat hom 'n plek in die hemel moet skoop. Ek maak namens my departement beswaar teen hierdie manier van vergadering. Wat? Hoe weet jy, Greef, jy, Pompeljong, jy, Volskink? Wat weet enige een van julle van daardie man? En wat weet julle van Laurens Niemand? En van Paula Nietling hier. Kijk na hulle. Toe, Laurens. Kry kracht in daar die pap maag van jou. Vertel ons van julle twee. Kom. Vertel jy om, Laurens. Vertel hom wat hy gestrand al moes geweet het. Nee, ek kan nie. Nou staan dan op soos een man en verdedig my vader. Vertel hulle die ander kant. Ek sal hulle die ander kant van die story vertel. Ek het iets in my lewe gedoen waarvoor ek my siel aan Adrian Delpalk verkoop. En toe hy dood is, het sy die swaard opgeneem. Ja, jy, Paula Nietling. Nou sal ek hulle die ander kant vertel. Jou kant. Onthou jy, Paula, jou man wat dood is? Onthou jy nog hoe hy dood is? Dis genoeg. Nee, dis net die begin. Sy het hom gebreek omdat hy te stadig vir haar was. Onthou julle nog, dat hy 6 maande voor sy dood nie meer kon werk nie. Omdat haar slaapkamer vir hom gesluit was. Sy hom bespot het, hy in haar pad was. En toe het hy homself doodgemaak. Julle het nie daarvan geweet nie. Paula het daarvoor gesorg. En ek het daarvoor gesorg. En nou is Leroux die volgende slagoffer. Die man wat sy wil omdraai en omdop en vastdraai en uitmergel totdat hy ook niks meer werd is nie.
bly ek by die waarheid, Paula. Jy moet gaan sit. Nee, ek kan nie. Ek het die kettings afgewerk. Laas nacht het sy vir my vertel dat ek moet sorg dat die kandidaat aangestel word sonder sy verloofde. God weet ek. Ek het dit nog probeer ook. Maar julle was te eerlik. Nou, Paula, kan jy praat as jy wil. Het jy nou gewen, Anton? Is jy nou klaar? Heb jy nou alles gedoen wat jy wou gedoen het? Ek het jou gisteraand gewaarsku. En ek het jou ook gewaarsku. En nou sal ons moet sien. Ja, nou sal ons moet sien. Sal u die dame wat wag vra om binnen te kom asseblief? Moet ons nog verder die modder binnen gaan? Wie is die dame, Paula? Kom ons sê, sy is die laaste waarheid. Jy wil my gesien het? Maar al hierdie mense, almal vriende. Môre is iemand wat jy baie goed ken. Môre, Sonja. Jy is ook hier. Gaan het goed, Laurens? Hoe lang is het nou? Baie jare, hè? Hier is nog iemand wat jij moet ontmoeten. Toe maar, Paula. Ek sal. Kom zo. Anton, dat is jouw moeder. Geweet, jy het een groot man in die leven geword. Ek is so trots. En my pa? Anton. Nee, wat ek raai. Wat ek raai, wie die bliksem is wat my so alleen in die leven laat groot word. Sonder een naam, sonder liefde, sonder een anker. Niks. En toch, het jy my alles gegee. Die wil van een basterkind om boe te kom. Om te veg en te val en op te staan en weer te veg. Om sy eie identiteit uit te kerf, zodat allemaal sal sê, daar staan een man, alleen. Daarvoor, voor jou zaad. Net daarvoor sê ek, dankie. Anton de Tooi, man zonder banden. Jy het om nikkies in een gaikie gesit. Ek wou nie. Ek wou nie, Anton. Wat kom maak jy hier, Christian? Jackie het teruggekom. Sy pak haar goed. Callie gekom. Callie is by Isaac. Isaac sterf. Jackie gaan weg. Callie is nou moordenaar. En jy? Jy kan maar gaan, Christian. Ja, jy met jou sielken en met jou rehabilitatie. Weet jy hoe Callie dit gedoen het, hè? Isaac het gedreig gegaan, Jackie, vertel van haar aan een vrouwmens. Callie het jou beskermd terwijl jy met die netlingvrouw bezig was. Strand was die laatste keer, Christian. Ja, maar Isaac gaan nog sterf, hoor. Sê, Scott. Is dit wat jy geword? Om boe te kom, allemaal te vertrappen. God, maar jy ook een kans in die leven. Kijk af. Nog een dag is voorbij en daar lê al drie. Isaac, Jackie, Callie.
Ek is nie 'n geleerde man nie. Maar ek jou dit vertel. Jy is verkeerd. Jy moet hierdan goed gaan nadink en besluit. Of jy hier wil bly. En of jy daai gemors daar by ons wil kom regmaak. Maar jy sê voor Jackie moet kniel. En vir haar sê jy was 'n gek. Dat die ambisie je opgevreet het. Gaan ze rechtig weg, Christian? Ja. Haar oe wat vir jou altyd geblink het. Dit dof. Ek was altyd nie vir julle twee. Maar nou, Jan, ek is te hartseer. Ek wil jou nie meer hê vir 'n vriend nie. Hierdie laaste 2 dae het ons baie beklei, baie gestry. Maar as die geskreeu weggesterf het en die woorde opgedroog het, dan bly ons maar nog Afrikaners. Want dit is die gawe wat ons volk het. Die wil om te vra en te antwoord, te verskil en die hand te skud. Laat ons nou die moed hê, soos ons nasie nog altyd gehad het, om die regte besluit te neem. Daar buite staan 'n man en sy verloofde. 'N man wat in die oë van elke Afrikaner hierdie stichting 'n trotse besitting sal maak. Laat ons nou stem. Namens my departement, my amptelike goedkeuring. Ek stem vir hom. My stem het julle. En myne ook. Namens ons vrouwen sê ek, ja. Professor? Meneer die voorsitter, julle ken my beginsels. Daar's die meisie. Ek wens ek kon vir die kandidaat stem, maar ek kan nie. Daarom, en met eerbied sê ek dit, bedank ek nou uit hierdie raad. Maar dan moet ons jou verloor en ons het vegters nodig. Wil jy nie heroorweeg nie? Ek sal aanhou veg. Maar hier moet ek nou bedank, sodat julle die man eenparig kan verkies. En nou is dit julle twee. Jy Paula, jy Anton. Wat sê jy, seun? Wat sê ek? Nee, wat sê julle? Julle het moes gewen. Hoekom lag julle nie nou nie? Toe van Biljon, hoekom skree jy nie hippie pora nie? Ek is ook mos nou 'n gaaitjie. Ek moet my pa en my ma. Maar as ek nou stem, dan gaan ek weer seer maak. En ek wil nie weer nie, Paula. Maar ek moet stem. En daarom sê ek ja. Ja vir die kandidaat. En ja vir die stichting. En as julle dit so wil hê, ja vir alles wat mooi is in die volk. En nou staan jy alleen, Paula. Stoksie alleen. Dis nou jy. Ik wens, ik kon jou helpen. Ik weet hoe dat is om lief te hebben. Ik heb jou een paar zeer gemaakt. Moet het mekaar, zeer. Ons moet niet weer niet. Wat is het, Kali? Ik heb gekomen, meneer. Meneer? Meneer Isak is dood, meneer. Kali. Nou moet u mij helpen, meneer.
Die raad wil je dadelijk zien. Goed. Nou is Isaac dood, nee. Alsjeblieft, meneer. Kom. Wacht hier. U hebt bijna lang gewacht, mevrouw, om verskoning. Hierdie raad het so pas 'n besluit geneem. Eenparig het hulle besluit om u tot die nuwe direkteur van ons stichting te verkies. Baie welkom en ek beloof u die volle en kragtige steun van elke raadslid hier. Baie dankie, meneer die voorsitter. Raadslede. Dis 'n groot eer wat u my bewys. En ek glo dat die besluit moeilik was. Maar nou is dit vir my ook moeilik. Want sopas het 'n jong Afrikaner seun hier buite na my toe gekom en vir my gesê: "Meneer, nou moet jy my help." En ek kan hom alleenlik help as ek my werk by die reddingspos voortsit. Nou moet ek kies. Ek glo dat u opreg sal voortgaan om die Afrikaner ideaal te dien. Maar my taak lê by die jong man hier buite. Met die baie ander soos hy wat ons volk nie mag verloor nie. Ek kan die aanstelling nie aanvaar nie. Tot sins meneer. Baie dankie. Tot ziens, Paula. Tot ziens.